De stichting Don Walters Fonds houdt dit jaar de tweede schrijfwedstrijd voor Surinamers die willen doorbreken als schrijver. De schrijfwedstrijd wordt ondersteund door Self Reliance en schrijversgroep 77. Elke deelnemer mag een verhaal opsturen van minimaal 8000 woorden om in aanmerking te komen voor de hoofdprijs van 10.000 SRD. Ook zal het verhaal dat de hoofdprijs wint gepubliceerd worden. Er is geen leeftijdsgrens voor deelname aan deze wedstrijd. Schrijver Robbie Rappa Parabiersing van de schrijversgroep vertelt meer over de wedstrijd. Het is niet zomaar een wedstrijd organiseren. Je moet mensen betalen, je moet jury betalen, je moet ruimte huren, weet je. Maar het is hard nodig, want we spreken wel, zoals we nu doen, 20 talen zelfs. Maar in hoeveel talen schrijven en lezen wij het meest? Daar wordt nooit wat over gezegd. Hij heeft het over, ja, je moet dat zeraan tongen, want ik alles maar verstaan. Of je moet Nederlands praten. Ja, het is praten. Maar in welke talen schrijven wij het meest in Suriname? Daar wordt niets over gezegd. Alsof dat niet bestaat. Alsof alleen het spreken, ja, dat moet. Er wordt het meest geschreven en gelezen in de officiële taal. Ook de schooltaal, Nederlands dan, zou ze dat noemen. In de spreekvorm is dat, wat men noemt, Surinaams Nederlands. Maar voor de rest is de meest geschreven en gelezen taal in Suriname is nog altijd het Nederlands. Maar dat is niets kwaads aan. Mensen vinden het een chêne, is koloniaal, is titi bakrabasje. Ja, 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 maar het is nou eenmaal zo. Parabiersing zegt dat Suriname boordevol schrijftalenten zit. Deze moeten ontdekt en gemotiveerd worden om te gaan schrijven. Het vergt echter veel geduld om deze talenten te ontdekken en die verder te begeleiden. Dus je hebt allerlei mogelijkheden die je krijgt als je aan zo'n wedstrijd meedoet. Al win je niet, je komt in een bepaalde omgeving, in een bepaald gezelschap en je krijgt meer contacten, je legt netwerken aan, je kan je verder verdiepen, mensen lezen die berichten in het buiten, oh die hebben meegedaan, oh leuk, ben jij dat, oh leuk. Ja, klopt. See, dus het heeft vele voordelen, maar nogmaals, het kost wel wat tijd en moeite. Ja, maar niets komt zo, maar Anthony Nest heeft ook niet door 2 keer in dat zwembad te springen die gouden medaille gehad. En jarenlang getraind. Het gaat niet zo, we zijn soms een beetje gemakzuchtig. Ja. Maar ik kan staan direct met Camoni, direct met studie, direct met slag. Het duurt toch wel even een tijdje. Maar dan is die de... Ik kan het niet komen, meneer Paradiesing, van de mensen die inzenden. Bent u tevreden? Ziet u echt talenten in Suriname? Ja, dat sowieso. Dat sowieso, dat zien we ook op andere kunstgebieden, spoken words, schilderijen, ja, voordrachten. Maar wat je ook daar ziet is die afronding, die polijsting, die afwerking, dat zit er nog niet in. Robbie Parabiersing Rappa over de Donner schrijfwedstrijd die dit jaar voor de 2e keer wordt gehouden. Schrijvers kunnen tot en met 15 september 2020 hun verhaal inleveren.